Hartelijk welkom bij het Uurtje Klassiek. Fijn dat u weer kijkt. In dit Uurtje Klassiek zult u getrakteerd worden op 3 Spaanse stukken. U gaat luisteren naar werken van 300 jaar oud. En u hoort een muzikale overdenking van een courtisane die haar leven zal beteren. Daartoe hebben we 3 heel fijne muzici te gast. Marie de Touard, violiste. De Mexicaanse pianist Guillermo Quintero Rojas en gitarist Glenn De Roo. Guillermo en Marie bijten het spits af. Guillermo stelt zichzelf aan u voor en vertelt over zijn bijzondere samenwerking met Marie. Goedemiddag, dames en heren. Mijn naam is Guillermo Quintero Rojas en ik ben pianist. Ik ben van oorsprong Mexicaans, maar inmiddels woon ik al 16 jaar in Nederland, dus ik voel me al thuis, hier in Brabant. Ik woon in Vught en ik ben docent aan het Fontys Conservatorium in Tilburg en aan de muziekschool De Nieuwe Veste in Breda. Juist in Breda, waar ik regelmatig ben voor het werk, heb ik een aantal jaren terug kennis gemaakt met een bijzondere jonge violiste, Marie de Touard, en uitstekende muzikus, de soort violist die niet alleen heel goed technisch is, maar vooral heel expressief, met een heel bijzondere, aanspreekbare, mooie klank. En samen met Marie heb ik voor het Uurtje Klassiek een aantal stukken voorbereid, onder bijzondere omstandigheden vanwege de coronacrisis. We moeten het dus vanaf thuis doen. Een heel interessante samenwerking. Ik zou zeggen, veel kijkplezier. Thank you.
repertoire. Ik ben violiste en ik kom uit Breda. Ik ben violdocent aan de muziekschool in Best. Dat heet Cultuurspoor. En in Breda heb ik mijn eigen lespraktijk, waar ik lesgeef aan mijn eigen vioolleerlingen. Naast al het lesgeven speel ik natuurlijk ook zelf, wat ik met veel plezier doe. Ik speel bij verschillende orkesten mee en in verschillende ensembles. Soms klassiek, soms wat meer lichte muziek. Ook speel ik met een singer-songwriter mee. Dus dat houdt het heel divers. En op het gebied van lesgeven ben ik ook een nieuw hoofdstuk begonnen onlangs. Ik zit in mijn eerste jaar van de PABO. En met al deze activiteiten hou ik het lekker gevarieerd. Ik wens jullie veel luisterplezier en ik hoop dat jullie ervan genieten. Jules Massenet is een Franse componist en een tijdgenoot van Poulenc en Debussy. Massenet is een echte operacomponist. Het volgende stuk komt uit zijn opera Thaïs en heet Méditation, overdenking. De mooie jonge vrouw Thaïs leeft het lichtvoetige leven van een courtisane. Maar nu twijfelt ze aan haar keuzes en voelt ze zich geraakt door de Heilige Geest. Thank you.
Hallo allemaal, mijn naam is Glenn de Roo en ik ben gitarist en muzikaal ondernemer. Van jongs af aan ben ik geobsedeerd door muziek en is het iets wat ik tot de dag van vandaag nog steeds dagelijks studeer. Ik ben begonnen met de elektrische gitaar, maar na een tijdje wilde ik mijn techniek en muzikaliteit verbeteren en ben ik flamenco gaan studeren. Via de flamenco ben ik uiteindelijk terechtgekomen in de klassieke muziek, waar ik nu nog steeds het meest actief ben. Op het moment geef ik concerten, verzorg ik muziek voor zowel privé als openbare evenementen en geef ik les. De stukken die ik voor jullie ga spelen heb ik opgenomen met behulp van Geert van Opstal. Geert heeft onder andere dit instrument gebouwd en het instrument dat ik gebruikt heb tijdens de opnames. Ik hoop dat jullie dit een leuk uurtje klassiek vinden en wie weet, tot ziens. We gaan naar het land van de vurige dansen en het stierige trappel, Spanje. We luisteren daar naar een dans van de Spaanse componist Federico Moreno Torroba. Glenn de Roo voert het stuk prachtig uit. Het is te horen dat hij gitaar studeerde op het Spaanse eiland Mallorca. Luistert u naar Fandanguillo van Torroba. Guillermo en Marie doen een duit in het Spaanse zakje en nemen ons mee naar Andalusië, de mooie, meest zuidelijke streek van Spanje. Ze spelen net als Glenn een dans, het mysterieuze Playa Ra van de Spaanse componist Pablo de Sarasate. Thank you.
De Spaanse componist Miguel Liobet schreef heel veel voor gitaar. Veel van deze stukken werden wereldberoemd. Door Miguel Liobet kwam de klassieke gitaarmuziek op een hoger plan. We gaan nu luisteren naar een grappig en elegant werk van hem. Scherzo Vals. Uitgevoerd door Glenn de Roo.
We gaan 300 jaar terug en belanden in een verstilde religiositeit met het aria in D groot van Johann Sebastian Bach. Op de grens naar de jaren 70 werd dit werk bij het grote publiek bekend door de jazzversie van Exception. Nu hoort u de ingetogen en liefdevolle uitvoering van Marie de Touart en Guillermo Quintero Rojas. Met Händel en we eindigen ermee. Tot
dan is de cirkel weer rond. Sonate in E-groot van Georg Friedrich Händel, delen 1 en 2. Door Marie de Touave en Guillermo Quintero Rojas. Klassiek. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!